Minister Brontë Sommaharjo van Binnenlandse Zaken zegt dat het niet de schuld is van de overheid dat materiaal voor de maak van identiteitskaarten en paspoorten niet beschikbaar is. Hij ging in op vragen van journalisten voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. Sommaharjo zegt dat zijn departement nog wacht op de levering van het materiaal. Ik weet wel dat we sinds vorig jaar al hebben betaald. Dus de staat heeft haar verplichting gedaan, nu moet de leverancier inkomen. Maar wij hebben sinds vorig jaar al ID-kaarten niet alleen besteld, maar ook betaald. Hoeveel moet je betalen? Het bedrag is bekend. Ik weet niet waar, honderdduizenden dollars. We hebben best wel een groot bedrag betaald. De leverancier, kijk, weet, er is een oorlog, er is een tekort aan chips. Dus wij hebben ons werk gedaan. De staat heeft haar verplichting gedaan, wij wachten op de leverancier. Sommaharjo is verder goed gestemd over de aanname van de gewijzigde personeelswet door de Nationale Assemblée. Het is namelijk heel erg belangrijk om de salariering van mensen die moedwillig de dienst dokken te kunnen blokkeren. We zijn een bestuur die goed bestuur in het vaandel staat. Dus we gaan de mensen brieven aanschrijven. Maar wees u ervan bewust dat de tijd van spookambtenaren nu voorbij is. Ik ga hier niet individuele zaken bespreken. Ik heb ook gehoord dat er parlementariërs zijn die dubbele salaris ontvangen. Die niet naar het werk komen daarvoor. Maar daar moeten we voorzichtig zijn. Parlementariërs hebben natuurlijk ook een bijzondere taak. Het zijn volksvertegenwoordigers. Ze kunnen niet elke dag op kantoor zijn. Aan de andere kant is het ook zo dat we in een land leven, in een politiek land, waar als je van een andere partij zou zijn, dat het je moeilijk gemaakt kan worden. Dus daar hou ik rekening mee. Ik heb ook met die parlementariërs gesproken. Maar ik heb ook tegen sommige parlementariërs gezegd, kijk aan het eind van de maand naar je bankrekening. De bewindsman zegt niet te kunnen praten over rancune op zijn ministerie. Volgens hem zijn er ambtenaren thuisgezet omdat er niet gewerkt wordt met deze mensen. Er zou in dergelijke gevallen geen sprake zijn van rancune en worden mensen ook beschermd door de staat.